Het is een bedrijvigheid van belang. In het atelier van Charla Dekens. Aan de lopende band worden er mondkapjes geproduceerd. Wij maken normaal de productie van volledige kleding eigen lijn. En daar hebben we nu niks mee te doen. Dus hebben we besloten, wat gaan we dan doen? En Lindsay loopt stage vanuit haar opleiding. En toen hebben we samen een beetje zitten sperren. En toen zeiden we, laten we mondkapjes gaan maken. En zo is het idee ontstaan. Want kleding loopt op dit moment toch minder goed. In de winkel zelf is het rustig. Gelukkig voor Charla is de huurbaas begripvol. De huurbaas zei, je hoeft je over de huur geen zorgen te maken. Dat komt goed. In deze tijd moeten we elkaar voor elkaar zijn. Dan gaan we voor het goede doel doen. Weet je, ik hoorde gewoon van heel veel mensen dat er zoveel vraag was naar mondkapjes in de zorg. Niet dat deze mondkapjes je beschermen tegen corona. Absoluut niet. Maar ze zorgen er wel voor dat je minder aan je gezicht zit, minder aan je mond zit. En dus het is misschien een schijnveiligheid, maar het is toch een voorzorgsmaatregel om te zorgen dat als je het karretje van de supermarkt vastgepakt hebt, niet even aan je neus zit. Je hebt dan een kapje voor. Charla biedt de kapjes aan onder de kostprijs voor €1 per stuk. Zo hoopt ze haar steentje te kunnen bijdragen aan het bestrijden van de coronacrisis. Nou, we kunnen denk ik ongeveer zo'n 500 in de week maken. We zitten bijna op 1000 stuks die we hebben uitgeleverd. En we hopen gewoon dat we heel veel mensen en heel veel zorginstellingen kunnen helpen.